Salut. Ik ben even weer buiten. Lekker in de tuin. Koude shit. Genieten net van mijn Chief pijp. De Chief pijp. Luister. En ik denk bij mezelf. Sommige mensen die komen van verre. Die komen van ver. En dan bedoel ik erg verre. Dan bedoel ik vanaf 13 jaar op straat. Hier en daar. Slapen over en nergens. Begrijp je wat ik bedoel? Erg op de straat. Kelders geslapen en zo. Weet je, dat soort dingen. Mensen maken gekke dingen mee. En dat soort personen, weet je. Sommige mensen die raken gewoon aan de drugs of wat dan ook. Die gaan gewoon kapot. Zijn gewoon loesoe. Weg. Weg. Zijn gewoon weg. Maar ja. En sommigen die krabbelen eruit, weet je. Keer op keer. Maar omdat ze dat zo vaak hebben gedaan, is dit wat er nu gebeurt helemaal niks. Een klein beetje drama. Maar ja, als het moet komen, moet het komen. Want wij zijn toch voorbereid. Wij zijn voorbereid op alles. Alles wat komen gaat en alles wat zal komen. Hier zijn we toch? En nogmaals, wij willen niemand redden. Ik wil echt niemand redden. Ik vind gewoon dat iedereen nu gewoon krijgt wat ze echt verdienen. Je krijgt het gewoon klaar, want je verdient dit. Al die tijd heb je gewoon alles niet gezien. En nu ineens dat je bang bent dat je doodgaat, wil je ineens in opstand komen. Dat is best wel egoïstisch, man. Dat is best wel egoïstisch. Dus ja. En ik wil helemaal niemand helpen. Ik ben er vanaf mijn 13e op straat. Mensen hebben me heel vaak bekritiseerd. Ik ben altijd solo geweest. Ik heb geen vakje vijanden. Ik heb mensen die mij niet mogen. Maar ja. Was eigenlijk als ik een hater was geweest, had ik mezelf ook niet gemogen. Dus ja, ik snap waar je vandaan komt. Want ja, je moet ergens toch een hater hebben. Want anders herken je niet zo'n persoon als ik. Maar wat ben ik? Ik ben gewoon een heel simpel persoon die heel simpel is. En gewoon heel eerlijk. Ik wil gewoon niemand helpen. Ik wil gewoon loesoe. Ik wil naar Suriname terug. Mensen willen me niet weg laten gaan, want er is corona. Ik heb geen eens een Nederlandse paspoort. Ik heb gewoon een fucking verblijfvergunning. Al fucking 40 jaar. Ik heb het nooit veranderd. Waarom zou ik dat in hemelsnaam doen? Dus ja. Snap je? Dus eigenlijk ben ik voor heel veel mensen hier gewoon een probleem. Want ja, ik hoor hier helemaal niet te zijn. En ze kunnen me eigenlijk helemaal niks doen. Ze moeten me gewoon eigenlijk terugsturen. Maar ja, dat kost hun weer geld. En als ik daar ben, dan ga ik daar met de regering praten. En dan gaan we dingen heel anders doen. Heel anders doen. En ook met Nederland. Dus ja, want ja, de wetten daar zo, die zijn nog helemaal niet geschreven. En we kunnen onze eigen wetten maken. Als je weet, wat ik bedoel. En als je weet hoe het werkt. En ik ben een Surinamer. Dus ik mag het doen. Ik kan potentieel president worden. Kan. Want ik ben een Surinamer. Ik heb een Surinaamse nationaliteit. Maar dat wil ik niet, snap je? Ik heb geen zin in die hoofdpijn. Want ik zou het heel anders doen. Ik zou sowieso eerst een bezem door alles halen. Iedereen ontslaan. Maakt niet uit, Mattie, iedereen ontslaan. Klaar. Kom, we gaan allemaal nu opnieuw functies doen hier zo. Iedereen opnieuw sollicitatie. Take in bij mij. Met mij. Klaar. Zo zou ik beginnen. Klaar. En zo bouwen we gewoon een heel nieuw land op. Want anders, Antat dat nou Rocco, schreef. Dus wees gewoon Conny, no do don sani, vrokonanga makandra, want dat is de kracht van Suriname, snap je? Dat is de kracht van Suriname. Laten we gaan praten, we hebben ideeën, laten we niet domme dingen doen met
Hij ras dit en dat, want hier in Nederland doen ze af van je domme dingen. En ik denk bij mezelf van, jullie praten domme dingen. Jullie zijn in principe allemaal Nederlander. Allemaal Nederlander. Echt, Turk, Marokkaan, maakt niet uit. Jullie zijn allemaal Nederlander. En nog steeds maken jullie fucking ruzie, terwijl jullie zijn gewoon fucking Nederlander in principe. Dus ik denk bij mezelf van, in Suriname zijn ze niet zo vreed als hier hoor. Want daar snappen ze, we zijn allemaal Surinamer. Maar hier zo snappen ze dat niet. Dus ja. Dus mensen moeten echt niet praten over van dat Nederland zo slim is. Begrijp je? Ze zijn slim in bepaalde shit gewoon pakken en voor hunzelf houden. Daar zijn ze heel slim in. Want dat is een fucking geheim. Weet je, ze pakken overal wat van en dan maken ze hun eigen. En dat is eigenlijk wel hoe het eigenlijk werkt, hè. Alleen, het zou slimmer zijn als je zou samenwerken. Snap je? En dat doen andere landen weer wel. Maar ja. We gaan niet te veel praten. Want er is nog heel veel te doen. Er is nog heel veel te doen. Yes. Oké, dan. Blijf sterk. En we komen altijd in your face. In your face. Ciao.